President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat er oplossingen gezocht moeten worden voor de klimaatcrisis die in Nikeri gaande is. Tijdens het start zijn van het landelijk woningbouwproject aan de Purwodadiweg in Wanica gisteren, zei het staatshoofd zich in het district te hebben georiënteerd en er verandering moet komen in de klimaatcrisis. Ik kom net van Nikeri en ik zie de impact daarvan. Terreinen, kanalen die normaliter water hebben, droog. Droog. Rijst is nog niet gezaaid in die delen. Daarvoor moeten we oplossingen zoeken. Maar ook te veel water, te veel regen, overstromingen, die hebben we ook gehad. Dus in die prioriteitsvolgorde kan je niet beginnen met bouwen, terwijl de basisrandvoorwaarden nog niet aanwezig zijn. Het hoofdstuk van herstel van de economie wordt afgesloten en daar moet de samenleving bij stilstaan, zegt het staatshoofd. De informatiestroom naar de gemeenschap zal eveneens verbeterd worden.